Welkom bij deze short review van de Renault Twingo E-Tech Electric. Een volledig elektrische compacte Fransoos. Jawel, net als de Dacia Spring. En de reden dat ik dan ook deze short review heb gemaakt, is omdat ik wilde ontdekken wat de meerwaarde is ten opzichte van een Dacia Spring bijvoorbeeld, van deze, nou laten we zeggen, relatief duurdere Renault Twingo. Ook een vijfdeurs auto in het A-segment met een volledig elektrische aandrijflijn. Prijzen van de Twingo E-Tech Electric beginnen echter wel een stukje hoger dan die van de Dacia Spring. Ongeveer 23.000 euro heb je een volledig elektrische Renault Twingo die met een accupakket van 22 kWh ongeveer 200 km moet kunnen rijden volgens de WLTP testmethode. Wat je dan verder krijgt? Een vijfdeurs volledig elektrische auto met een 82 pk sterke elektromotor op de achteras, best fors vermogen in deze klasse en natuurlijk standaard een automatische transmissie. Ten opzichte van de Spring is het daarnaast leuk dat je een mooi multimedia navigatiesysteem krijgt, inclusief 4G connectiviteit en de mogelijkheid om de auto op afstand te bedienen met een app. Je krijgt ook een boordcomputer met daarin een standkachel verwerkt, dus je kan een heel schema aanmaken dat als je bijvoorbeeld op maandagochtend om 8 uur vertrekt, dat het interieur al lekker wordt voorverwarmd. Heel groot voordeel ten opzichte van die Dacia Spring. En je krijgt een auto die leverbaar is met luxe als climate control en best wel een groot verschil met die Dacia Spring, cruise control. Ja, en laten we eerlijk zijn, ik heb de afgelopen testweek gereden met deze Vibes-uitvoering. Ja, daar word ik echt super vrolijk van. Witte carrosseriekleur, witte lichtmetalen velgen, rode details aan de buitenkant. Echt een superleuk ding om naar te kijken. Je wordt er gewoon echt vrolijk van. Ook in het interieur met deels half lederen bekleding met witte bies rondom de zitting, een oranje piping en ook rondom de automaatpook tref je oranje kleurige afwerking aan en witte oranje details op het dashboard, op het stuurwiel en in de deurpanelen. Echt een heel chic, leuk sportief sausje. Het is van alles gecombineerd. Ik word er in ieder geval heel vrolijk van. Ik kan ook best begrijpen dat jij hiervoor zwicht. De Twingo is ook in basis een auto met een vrij praktische instap. Het is niet echt zozeer hoog te noemen, maar het is een auto waarbij de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie zijn geplaatst. Hij heeft een vrij rechtopstaande voorruit en dat betekent dat je heel makkelijk plaatsneemt achter het stuur. Echt zo'n auto die een hele praktische instap geeft, zonder ook meteen heel hoog te zijn. Vergelijk ik hem met de Spring, die geeft wel een iets meer crossover-achtige ervaring. Die staat beduidend hoger op zijn poten. Heb je plaatsgenomen achter het stuur van de Twingo E-Tech Electric? Het interieur qua afwerking heb ik al omschreven, maar je zit op vrij prima stoelen. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat ik de stoelen in de Spring beter vind. En dat heeft met name te maken op het gebied van het zitvlak. Het zitvlak van de Twingo is vrij lang te noemen, maar aan de achterkant zit er een vrij, ja, laten we zeggen, prominent aanwezige bobbel in het zitvlak. En dat begint op den duur een klein beetje vervelend aan te voelen. Laten we het daarop houden. Voor de rest is het wel zo dat de verstelbaarheid van de stoelen wel prima is te noemen. Dus zelfs lange bestuurders kunnen prima achter het stuur plaatsnemen van de Twingo E-Tech Electric. Wat hij in vergelijking met de Dacia Spring ook minder goed doet, dat is de ruimte op de achterbank. De Dacia Spring is beduidend ruimer te noemen al daar voor de ledematen. En dat betekent dat hier twee passagiers achterin de Twingo Electric al snel afhankelijk zullen zijn van de mensen voorin die de stoelen een klein beetje naar voren zullen schuiven. Ook is de bagageruimte van de Dacia Spring een stuk ruimer te noemen dan deze Twingo. Waar ik echter vooral benieuwd naar was, dat was het energieverbruik en de praktische bruikbaarheid / inzetbaarheid van deze Twingo Electric in een alledaagse situatie. Nou, ik heb de afgelopen testweek, ik zal de kilometers even bijpakken, 610 kilometer gereden met deze Twingo E-Tech Electric. Maar dat hadden er veel meer kunnen zijn en daar hebben we meteen het grootste pijnpunt van deze Twingo te pakken. Ik had er namelijk, even kijken, 600 kilometer extra mee willen rijden. Maar diverse situaties maakten dat gewoon niet mogelijk. Situatie 1, de range is te beperkt. Met die 22 kWh zou je 200 kilometer moeten halen in de praktijk, maar dat red je dus niet. Want ondanks dat het echt wel een hele efficiënte auto is, schiet die gewoon tekort. 140, 150 kilometer en het accupakketje is leeg. Daarnaast kan die dus ook niet worden snel bijgeladen. Een CCS-aansluiting zit er niet in, enkel de normale oplader.
zei het dat dat wel een hele sterke oplader is. 22 kW aan een openbare laadpaal en dat betekent dat het pakket theoretisch in een uur weer is bijgeladen tot 80%. Maar dat is dus een uur dat je stil moet staan bij een 22 kW leverende oplaadpaal. En die zijn nog niet al te dik bezaaid in Nederland. Ze staan wel op sommige plekken, maar het is dus niet zo dat je 22 kW kan laden bij elke laadpaal. Daar zal het laadvermogen worden gehalveerd naar 11 kW. En dan heb je dus alweer 2 uur nodig om een volledig opgeladen Twingo tot je beschikking te krijgen. Die twee zaken, de beperkte range, zeker ook op de langere trajecten, want hij liep uiteindelijk zelfs terug naar 130 kilometer. 'S avonds met een temperatuur van om en nabij de 3, 4 graden. Kachel had ik al uitgelaten, want ik denk van ja, ik wil toch echt naar huis. Maar 130 kilometer kon ik dus niet redden. Ik heb hem bij moeten laden. Dat vond ik behoorlijk vervelend, want het bijladen neemt dan best wel even wat tijd in beslag. Maar dus ook het ontbreken van een snellaadfunctie, ja, dat nekt hem dan nog eens dubbel. En dat zijn dus zaken die die Dacia Spring een stuk beter doet voor minder geld. Want die Dacia Spring heeft meer kilowatturen in zijn accupakket tot zijn beschikking, is minstens zo efficiënt. Daardoor kom je er in de praktijk wel 200 kilometer mee. En dat vind ik toch echt wel een beetje zo'n kantelpunt qua kilometrage. Het geeft je wat meer reserves. Daarnaast kan je bij die Dacia Spring voor uit mijn hoofd €500 een snellaadfunctie krijgen. En dat betekent dat je ook weer in ongeveer 40 minuten weer op stap kunt. Op dat vlak is die Dacia Spring dan ook echt wel de betere auto ten opzichte van deze duurdere Twingo E-Tech Electric. Wat de Twingo echter weer beter doet op zijn beurt, rijkwaliteit. Het is een hele comfortabele auto. Hij is vrij zwaar, 1200 kilo. Dat is voor een auto in deze klasse een behoorlijk gewicht te noemen. Maar het is wel een auto die daardoor lekker comfortabel op de weg ligt. Renault heeft de afstelling van het onderstel daarnaast ook goed voor elkaar. Want drempels, oneffenheden, ze worden heel mooi verwerkt. En dat maakt dit tot echt een fantastische stadsrakker. Op de snelweg, je hebt standaard een zijwindassistent. Dus ondanks dat het een vrij iel autootje is, vrij hoog, vrij smal, hij ligt behoorlijk stabiel op de weg. Elektronisch wordt dat gecorrigeerd, dus dat is wel een fijne zekerheid. Ook het vermogen, bijna het dubbele aantal pk's in vergelijking met die Spring, is leuk te noemen. De Twingo E-Tech Electric accelereert in 12 seconden naar de 100 km per uur bijvoorbeeld en dat is gewoon ronduit vlot. Het vermogen zit op de achterwielen, denk maar niet dat je ermee kan gaan spelen, het ESP is niet uitschakelbaar. En het is zo strak afgesteld dat je die Twingo Electric echt niet uit koers krijgt. Een leuke attractie, dat is de draaicirkel van 7 meter, want je kan hem echt overal omkeren of tussen parkeren. Helemaal ook dankzij luxe zaken als parkeersensoren aan de achterkant en een achteruitrijcamera. Ja, ik begrijp best waarom jij zou zwichten voor zo'n Twingo E-Tech Electric. Het uiterlijk bijvoorbeeld, de configuratiemogelijkheden, de pakketten met kleuren die je aan kan vinken op de optielijst. Het maakt hem echt tot een hele leuke keuze in deze klasse. Rij jij enkel in de stad, komt het rijden van een afstand eigenlijk nooit voor. Ook dan is het een fijne metgezel, want dan heb je meer dan voldoende aan de range van de Twingo Electric. Is het echter zo dat je soms, ook al komt het maar heel weinig voor, ook wat verder moet rijden, dan wordt het wel echt een tricky verhaal. Dan zou ik kiezen voor een afstand van maximaal 125 kilometer. En dan moet je ervoor zorgen dat je op de plaats van bestemming weer kan laden. Dat je weer met een vol accupakket kan vertrekken. Reserves heeft hij namelijk niet. En dan moet hij toch echt zijn meerdere erkennen in die Dacia Spring. Want ondanks dat die Dacia Spring cruise control ontbreekt, climate control ontbreekt, wat meer pk's ontbreken ook. Maar dat soort zaken, qua elektrische auto heb je aan die Dacia Spring veel meer. Dit is echter de leuke keuze. Vond je deze short review van de Twingo E-Tech Electric leuk en interessant? Dus ik wil meer van Insta Autovlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!